Hallo en welkom bij mijn Let's Play video. Voor mijn Let's Play video speel ik League of Legends, een multiplayer online battle arena, oftewel MOBA game. In League of Legends speel je in teams van 5 tegen een ander team van 5. Waarbij het uiteindelijke doel is het vernietigen van de basis van de tegenstander. Een potje League of Legends duurt ongeveer tussen de 30 en de 40 minuten gemiddeld. En de spelers kiezen bij het begin van het potje een karakter of champion. En elke champion heeft weer unieke aanvallen en zwaktes. Wanneer je in een potje League of Legends vijanden verslaat, word je beloond met geld. Dat kunnen computergestuurde vijanden zijn, zoals die kleine rode mannetjes die nu op het scherm staan. Of dat kunnen vijandelijke champions zijn, zoals die persoon met dat rode balkje boven zijn hoofd. Voor vijandelijke champions krijg je veel meer geld, maar dat is natuurlijk veel moeilijker. Zodra je wat geld hebt verdiend, kun je naar de winkel gaan en items kopen. En items maken over het algemeen jouw champion sterker. Wat betekent dat je makkelijker kan winnen van andere champions in principe. In een potje League of Legends word je ingedeeld met 4 willekeurige teamgenoten en 5 willekeurige tegenstanders. En je kan in principe vrij gewoon typen naar je teamgenoten en ook naar de tegenstanders. Hoewel deze mogelijkheid tot vrije communicatie heel veel positiefs met zich meebrengt, bijvoorbeeld... Je kan makkelijk teamwork met je teamgenoten bespreken, brengt ook veel negatiefs met zich mee. Zo wordt er heel veel gescholden in de chat. Dit naar elkaar schelden in de chat wordt bij League of Legends ook wel toxic gedrag genoemd. En ik als speler kan wel getuigen dat in ongeveer de helft van de potjes dat hier wel sprake van is. Het is best wel een groot probleem. Veel mensen zijn ook gestopt met het spel omdat ze het gewoon zat werden dat ze in elk potje werden uitgescholden als ze een keertje iets verkeerd deden. Natuurlijk is het uitschelden van andere mensen tegen de regels van League of Legends. En na elk potje is er voor een speler de mogelijkheid om andere spelers aan te geven, min of meer. Wanneer een speler vaak wordt aangegeven, wordt er een soort van computerprogramma losgelaten op zijn account. En dat computerprogramma beoordeelt vervolgens of hij het daadwerkelijk mensen heeft uitgescholden. Wanneer jij als speler een andere speler aangeeft, en die speler later wordt bestraft voor datgene waar jij hem voor hebt aangegeven, dan krijg jij een berichtje van het spel waarin dit wordt verteld wat zijn straf was. Nou heb ik denk ik wel honderden mensen aangegeven voor schelden in de tijd dat ik League of Legends speel. En ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik nog nooit een berichtje heb gehad dat een van hun bestraft is. Dus ik heb het vermoeden dat dat systeem niet zo goed werkt als het zou moeten. En het wordt ook wel bevestigd door iedereen die elkaar nog steeds uitscheldt zodra ik weer een potje ga doen. Dus het toxic gedrag is nog steeds wel echt een heel groot probleem binnen League of Legends. Dit roept vervolgens de vraag op: waarom is dit zo'n groot probleem binnen League of Legends? Om hier een antwoord op te geven ga ik kijken naar welke spelmechanieken nou echt frustratie oproepen. En dit ga ik doen met behulp van het MDA framework. Het MDA framework staat voor Mechanics, Dynamics en Aesthetics. Mechanics doelen op de vastgestelde regels binnen het spel, zeg maar de code die alles bij elkaar houdt. De Dynamics is meer een soort systeem waarin al die mechanics samenkomen. En de Aesthetics is vervolgens de manier waarop player input omgaat met de Dynamics en op welke manier spelers nou echt plezier halen uit het spel. Dus binnen League of Legends is al de eerste aesthetic die frustratie opwekt duidelijk, namelijk competitiviteit. League of Legends zet er echt heel veel focus op het moeten winnen van een game. Bijvoorbeeld wanneer je ranked speelt, krijg je punten wanneer je games wint en verlies je punten wanneer je games verliest. Dat betekent dat er echt een enorme nadruk ligt op het winnen. Een voorbeeld van een mechanic die frustratie oproept is een mechanic hoe je gold verdient binnen League of Legends. Als je een vijand doodt, zoals nu op het scherm gebeurt, krijg je relatief veel gold. Met dit gold koop je items, daar word je dus weer sterker door. En vervolgens wordt het dus alleen maar makkelijker om je vijanden te doden en nog meer geld te verdienen. Zo ontstaat er een beetje een sneeuwbal effect en zodra iemand dus een paar kills heeft, wordt het voor hem dus eigenlijk alleen maar makkelijker om sterker te worden en uiteindelijk de game te winnen. En aangezien je in een team speelt met 4 andere mensen, kunnen die andere 4 mensen vaak doodgaan. En op die manier de tegenstander sterk maken. En dan zit jij als speler
is het makkelijk om je teamgenoten de schuld te geven voor dat verlies. En dat is dan ook heel vaak wat er gebeurt, wel mensen elkaar uitschelden. Dit houdt dus ook in dat als je achter staat, je veel minder sterk bent dan de tegenstander. En dit maakt het spel logischerwijs dus ook veel minder leuk, want je kan in principe niet meer winnen van mensen 1-op-1. Dus je moet ze echt te slim af zijn of in een meerderheid zijn om nog terug te kunnen komen. Bovendien kun je een League of Legends game niet zomaar verlaten. Als je gewoon de game leaves midden in de game, dan word je al vrij snel bestraft. En je kan ook geen nieuwe game joinen terwijl de oude game nog bezig is. Dus in principe is het gewoon niet echt een optie. Deze mechanic zorgt ervoor dat als je heel erg achter staat en het toch wel niet zo naar je zin hebt, je gedwongen bent om in de game te blijven. Dit is natuurlijk al snel een bron van frustratie, want een game van League of Legends duurt gemiddeld zo tussen de 30 en de 40 minuten. Dus het is best wel een riante tijdsinvestering. En als je het dan tijdens dat potje niet naar je zin hebt, is het al logisch dat je gefrustreerd wordt natuurlijk, want je bent al je vrije tijd aan het besteden aan iets waar je gewoon eigenlijk geen plezier aan hebt. Ik bedoel, niemand vindt het leuk om alleen maar dood te gaan en gewoon langzaam de game te verliezen. Na 20 minuten spelen heb je als team de mogelijkheid om de game op te geven. Alleen om dit te bereiken moet je surrender vote winnen. En dan moeten 4 van de 5 mensen moeten het ermee eens zijn om de game te surrenderen, zeg maar. Wat betekent dat in de meeste gevallen het gewoon doorgaat tot de vijand de baas daadwerkelijk vernietigt. Een andere belangrijke aesthetic waar ik denk dat heel veel frustratie uitkomt is het aesthetic teamwork. Teamwork is heel erg belangrijk binnen League of Legends, want wanneer je met 2 personen tegen 1 persoon vecht, kun je bijna niet verliezen, tenzij je iets heel erg fout doet. Maar aangezien je met 4 gewoon onbekende mensen online zit die vaak al geen Engels spreken, is het gewoon heel moeilijk om goed teamwork af te stemmen. En op de een of andere manier lijkt het alsof de tegenstander gewoon wat net wat meer geluk heeft gehad met de mensen die Engels spreken in hun team, of die gewoon net wat beter opletten of wat dan ook. En omdat teamwork zo belangrijk is, is het natuurlijk al best wel makkelijk om iemand anders de schuld te geven voor jouw dood binnen een spel bijvoorbeeld. Zo van, als hij gewoon een beetje had opgelet en had geholpen, dan was ik natuurlijk nooit dood gegaan. En mensen vinden het dan ook vaak nodig om dat wel even te melden in de chat. Nou, vaak zijn ze dan ook nog boos en zeggen ze, ja, de volgende keer ga ik jou ook niet helpen. En zo wordt het probleem natuurlijk alleen maar erger en erger. Een voorbeeld hiervan is in deze game, zag ik eerder al in de chat, dat een van mijn teamgenoten de ander uitschold voor Sissy, omdat hij hem niet hielp. Voorbeeldje in de praktijk hier. Hij verontschuldigde zich gelukkig meteen. De persoon die uitschold zei muted, wat inhoudt dat hij hem gemute heeft, waardoor je dingen die persoon in de chat hebt, die niet meer kan zien. Stel dat iemand jou uitscheldt en je mute hem, dan kun je in principe niet meer zien dat hij je uitscheldt. En dit is op zich heel handig, want dan heb je er gewoon geen last meer van. Maar dit gaat dus wel weer in tegen de aesthetic van teamwork, want je kan dus ook niet meer zien wat die persoon intypt over teamwork. Die hele optie om met die persoon te praten over een plan wat je als team moet gaan uitvoeren, is gewoon helemaal weg dan. Teamwork is denk ik echt een aesthetic die in League of Legends voortkomt uit de mechanics. In de zin dat je in de praktijk gewoon veel meer kan als je goed samenwerkt. Een andere aesthetic die ik herken binnen League of Legends, een beetje tegenstrijdig, is individualisme. Mensen willen heel graag, zeg maar, dat zij het sterke karakter zijn binnen hun team. En dat zij de reden zijn dat het team wint. Zij willen dus het meeste kills, het meeste geld. Uiteindelijk gewoon het meeste damage doen op de tegenstander. En dan voelen ze zich goed, weet je wel. Dat is iets wat ik heel vaak zie terugkomen. En wanneer een teamgenoot dus een kill zeg maar afpakt, min of meer, van jou, worden heel veel mensen dan ook heel erg boos. Terwijl, als je puur naar de mechanics van League of Legends kijkt, dan is dat helemaal niet zo erg. Want in principe heeft jouw team evenveel geld. En maakt het niet zoveel uit wie de persoon is met dat geld. Maar voor die mensen zelf maakt het wel heel veel uit. Ze kunnen echt helemaal uitflippen daardoor. Al met al denk ik dat de aesthetic competitiviteit de bron is voor de meeste frustratie binnen League of Legends. Puur omdat veel van de kleinere onderwerpen die ik heb genoemd min of meer voortkomen uit de noodzaak om echt te winnen. Ofwel omdat je rank naar beneden gaat als je verliest. Ofwel omdat het gewoon eigenlijk helemaal niet leuk is als je verliest. Daarom misschien al als League of Legends iets zou willen doen aan alle gefrustreerde mensen, dan zouden ze daar iets aan kunnen doen. Ik zou alleen dan niet zo heel goed weten wat er dan zou moeten veranderen, aangezien de competitiviteit ook gewoon een reden is waarom het spel zo leuk is. Ik bedoel, het is misschien helemaal niet leuk als je verliest, maar dat maakt het des te leuker als je wel wint.
Als ik nog iets van een suggestie zou doen, dan zou het report systeem zijn. Als dat gewoon een beetje goed werkte en alle toxic mensen uit het systeem werkten min of meer, dan zou het probleem zichzelf denk ik oplossen. Dat was gezien de tijd alles wat ik wilde vertellen. Bedankt voor het kijken en tot ziens.